Donderdag 15 april, belangrijke dag voor ons kantoor, eigenlijk voor alle kantoren algemeen. Ik leg je straks uit waarom. Eerst ons kleinste voeren naar de crèche. Lief. Lief. De bloemen van Lief zijn gearriveerd. Lief Flowers, dat is een side business van mijn schoolnichtje, zeg maar. Ik ga haar een Instagram tag hieronder zetten, zodanig dat je zeker een keer kunt bezoeken. Als je bloemen nodig hebt, Lief Flowers. Maar waarom heb ik nu precies 4 boeketten bloemen besteld? Moet ik iets goed maken bij je Lief? Nee, gelukkig niet. Maar waarom precies, kan ik nu nog niet zeggen, want 8:55 en om 9 uur heb ik een call. Snel eerst inloggen. Voilà, terug in onze gang. Waarom heb ik nu precies 4 boeketten bloemen nodig? Heel eenvoudig. Vandaag, 15 april, is het secretaressendag. Secretaressendag, dat is zo'n term die het volledig voorbij gestreept is, dus laten we het ons dag van de medewerkers noemen. De medewerkers, voor elk kantoor, de benzine die de motor doet draaien. Dus stuk voor stuk verdienen ze het om een keer in de bloemetjes te worden gezet. Letterlijk en figuurlijk. Let's go. Dankjewel. Het is een speciale dag vandaag. Ja, ja, ik heb het gehoord in de radio vanmorgen. Geen verjaardag, maar dag nee. Van de ja, mooi. Medewerker. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Dag van de medewerker is genderneutraal, maar ik weet er nu wel dat man mijn hols nog liever chocola krijgen dan bloem. Waarvoor dank. Hartelijk bedankt. Dat doet mij plezier. Ik hoop het. Ik hoop dat we het zien. Ja, dat zou wel. Aangezien het merk. Bestaat er geen twijfel. Merci Noeko voor de dagelijkse inzet. Avec beaucoup de plezier. Vroeger was dat makkelijk niet een dag van de medewerker. Iedereen was op kantoor, kon de bloemen afgeven of de chocola op een bureau. Maar nu zit een helft van thuis uit te werken, dus moet me waarom trainen. Hij weet dat een speciale dag heeft vandaag. Ja, dat hoort. In dat kader ben ik op weg naar u. Ik heb mijn camera mee, dus als je je haar nog moet goed leggen, heb je nog 5 minuten. Oh my god, gewoon hier. Tot z'n buurt. Ding dong, een keer gaan kijken naar ons Petra. Dat is plezant, hè. Alsjeblieft, Petra. Ah, dank u. Voor die dagelijkse inzet op de dag van de medewerker. Dat is het mensen dat we kunnen doen. Merci, dat is gewoon een verrassing. Veel content. Super. Voilà, next stop, Mima. Mima werkt ook nog altijd mee bij ons op kantoor. Dus verdient ze zeker ook een bloemetje. Let's go. Dank u. Ook voor u. Bedankt voor de medewerking. Merci. Bedankt voor de dagelijkse inzet. Dank u. Niet alleen boekhoudkunde, ook koffie en koekjes. Verantwoordelijkheid. Zeer belangrijke verantwoordelijkheid. Voilà. Onze moeder ook tevreden met de bloem. Voor de laatste levering die ik moet doen, gaan we terug naar Zwevegem. Naar Gerda. Gerda is dan wel geen medewerkster van ons kantoor, maar is wel onze eigen poetsdame die mij heeft weten geboren worden, die sindsdien altijd bij mijn ouders thuis is gekomen en nu dus ook bij ons thuis verder komt. En die er dus eigenhandig voor zorgt dat wij in een proper huis leven, wat dat misschien wel de belangrijkste taak van allemaal is. Dus Gerda verdient zeker ook een bloemetje. Terug naar Zweven. Merci. Alsjeblieft, Gerda. Dank u wel. Hij is bedankt voor de heel mooi. Wekelijkse inzet. Ja, nou ja. Ik heb dat altijd al, maar alle plezier gedaan. Merci. Met veel plezier.
Voilà. Allemaal beleverd. Allemaal in de bloemetjes of in de chocolade gezet. Ik vind dat vrij belangrijk om te doen. Ik vind dat goed als ze zo'n dag organiseren. Anders zullen we het waarschijnlijk wel uit onszelf doen, maar hoe om een keer een dag te hebben waarbij dat er aandacht wordt besteed aan de medewerkers. Want het is misschien cliché, maar ik geloof er echt in dat, zoals ik eerder al benoemde, zij zijn de benzine van onze motor op kantoor. In een bedrijf, je kunt niet zonder je medewerkers. Cliché, maar het is een feit. Sari, die bij ons nog maar een jaar actief is, die dat geweldig goed doet, die offertes uitwerkt, van offerte tot contract toe, zei dat, ziet dat ongelooflijk goed. Als de offerte niet goed genoeg is, dan neemt ze de telefoon, belt ze, bam, volle energie, om toch maar die een beste tarief te krijgen. Petra, een keer dat misloopt en er is een schadegeval, Petra volgt al die schadedossiers op, doet dat ook heel goed, heel proactief. Opvolgen, kort op de bal, discussiëren met de maatschappij als het nodig is. Yves, onze terminator van onze bende, die hier al meer dan 30 jaar actief is, die alles ook opvolgt van productie, dat is alles van het administratieve, die de DIV van buiten kent voor inschrijving van voertuigen en dergelijke. 30 jaar, in de 9 jaar dat ik hier werk, 3 dagen ziek geweest, kun je altijd op rekenen. Herda, zoals gezegd, die er dan aan niet werkt, maar die ervoor zorgt dat ik kan thuiskomen wekelijks in een proper huis, wat dat bijdraagt op mijn geestelijk welzijn, dus ook zeer belangrijk is. En last but not least, mijn eigen mamatje, onze moeder, al heeft ze niet graag dat ik moeder zeg, maar bon. Mijn mamatje, die hier toch ook nog altijd meedraait, boekhoudkunde, alle betalingen verwerkt, dus zonder haar zou het een boel hier ook niet dragen. Dus leuk om eens een keer in de bloemetjes of in de chocolade te kunnen zetten. Heel belangrijk vind ik en heel blij dat we dat gedaan hebben. Ik geloof er echt in dat, zoals ik eerder al een keer meegaf in een video over naar aanleiding van het overleden van Tony Hsieh, de 5 levenslessen, dat ik hieronder nog een keer kan delen. Eerder al gezegd dat een goede medewerkers, dat zo belangrijk is. En het feit van, zorg ervoor dat ze zich goed voelen, dat ze zich gewaardeerd voelen. En met zoiets kun je dan een keer aantonen dat ze meer dan gewaardeerd zijn. Dus, einde van de vlog. Ik vond het leuk om nog een keer met de camera op stap te gaan. Hopelijk vonden jullie het ook leuk om mee te volgen. Van nog een beetje werk nu. Doe iets voor onszelf eigenlijk of gaan we een wimpin drinken? Juliatje drinken zeker. Juliatje.